Hoi, hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering hier op mijn kanaal. En vandaag een do-it-yourself, althans een introductie naar een do-it-yourself band. Ik wil wat gaan maken, ik wil wat awesomes gaan maken. Zoals jullie weten, ik ben helemaal gek van Jurassic Park, Jurassic World, dinosaurussen, alles wat eigenlijk gewoon dieren, maar ook vooral dinosaurussen. Ik vind het mega super vet. En ik vind de hele franchise vind ik echt super fucking awesome. Maar zoals jullie kunnen zien, jongens, dames en heren, echt waar. We hebben hier in de vitrinekast hebben we mooie fucking items staan. En ik ben er allemaal even trots op gewoon. Echt, hier zo'n T-Rex skull is echt zo mega vet. En zo'n Regeneration Chamber van de Velociraptors, echt. Ik ben er zo... Ik vind dat gewoon awesome. Ik vind dat zo gaaf. En nu dacht ik bij mezelf... Erik, er ontbreekt nog wat in je vitrinekast. Bedoel, je hebt een replica T-Rex schedel. Geen echte natuurlijk, want dat zal nooit in die vitrinekast kunnen passen. Je hebt een Regeneration Chamber van een Velociraptor in je vitrinekast staan. Maar er ontbreekt nog wat. Er ontbreekt nog een klein dingetje. Ik heb het een keer eerder gezien. En ik dacht, ja, dat moet ik gewoon maken. Dat moet ik gewoon maken. Je kan het zelf maken en dat heb je, daar heb je klei voor nodig. Ik ga creatief doen. Ik ga een do-it-yourself doen. Klei moet uitharden. Klei moet uitharden. Dat zeg ik net. Dus ja, dus klei, modelleerklei. Dit heb ik bij de HEMA gekocht. Gewoon echt cheesy easy. Wat ga ik nou maken? Wat wil ik nou gaan maken? Ik wil wat gaan proberen. Ik wil een dino-embryo op sterk water maken. Gaat het me lukken? Ik weet het niet. Echt waar, zo creatief ben ik niet. Ik wil een Velociraptor embryo, in ieder geval een dino embryo op sterk water gaan maken. Dus gewoon, niet echt sterk water natuurlijk, gewoon kraanwater in een fles met een dop met een figuur gepoetseerd van klei. Nogmaals, ik moet er creatief voor zijn. Nogmaals, het kan mislukken. Nogmaals, dit is een do-it-yourself, dus mocht het niet lukken. Allereerst, ja, goed. Het begint dan met het uitpakken van... Kijk eens. Oh, wacht even. Oh, het is ook heel kneedbaar. Het is ook echt... Oh, oh. Lekker. Dit is een lekker kleitje. Voelt lekker hoor. Hey, moet je kijken joh. Dit gaat gewoon... Oh, dit is een lekker kleitje hoor. Lekker zacht ook. Het gaat wel over al je poten heen klederen. Oké, wat het mooie van deze klei is dat het al een witte kleur heeft. En... Het is echt, ik weet niet of dit echt perfecte klei is, want het gaat echt om heel mijn klauwen heen zitten. Maar we hebben dus verschillende dingen nodig. En ja, we moeten dus rollen. Wow, dat gaat echt heftig. Ik had echt niet gedacht dat dit zo flexibel klei zou zijn. En dan bedenk ik mezelf ook, gaat dit wel echt wat worden? Nou, dames en heren, jongens, dames en heren, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar holy moly, shit, hey. Met een heel, 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 heel klein beetje fantasie zie je een beetje de bedoeling van wat ik hier probeer te schetsen. Ik moet zeggen, ik vind het best lachen eigenlijk. Het is, dit is HEMA-klei, dus ik denk niet dat we hiermee iets kunnen doen. Deze klei was dus niet geschikt om echt iets moois mee te kunnen maken. Ik ook met dit kleine rotstukje zit te kneden, denk ik al. Het is te soft. Het kneedt te goed en het houdt niet echt een goede vorm vast. Dus ik weet niet of meerdere mensen ervaring met HEMA modelleerklei, hoe heet het? Ja, modelleerklei hebben. Of mensen daar wat meer ervaring mee hebben. Of dat ook een beetje snel droogt. Of dat het echt gewoon... Het is heel kruimelig. Het is echt... Er komen ook telkens hier te zitten ook overal kleine stukjes vanaf. Het valt allemaal ook op de tafel. Het is echt een beetje kruimelklei. Het blijft aan mijn vingers plakken. Ik denk dat ik dadelijk ook grondig mijn vingers moet wassen. Want anders het is ook heel vettig. De modellen houden ook geen stand. Want als ik ga het voor jullie nu speciaal doen. Want dit gaat er toch niet overleven. Als ik dit ding nu... Nou hier kijken.
Het had zo hier, die staart valt er vanaf. Alles bungelt maar een beetje. Dit had dus... Hier, deze poot is er al vanaf gevallen. Dus het is gewoon één grote bonk. Slappe ellende. Helaas, helaas, helaas. Echt zo jammer. Want ik, hoe het op tafel lag, van bovenaf, zag het er best wel kick uit eigenlijk. En dat is een beetje mijn idee. Om daar een goed gevormde embryo look-alike replica van te maken. Om dat vervolgens te laten drogen, in een fles te hangen en vervolgens bij de rest van de collectie te pleuren. Maar ja, zoals je ziet gaat het nou vandaag niet meer op. Mocht er iemand zijn die zegt van, je moet niet die klei gebruiken, je moet dit merk klei gebruiken. Echt, alsjeblieft, laat het weten in de reacties hier beneden. En misschien doen we hem de volgende keer nog een keer. Want ik wil absoluut, koste wat het kost, een dino-embryo namaken op sterk water. Net zoals in Jurassic Park deel 3. Oké, dus de HEMA-klei is geen succes. Op naar de volgende goede klei of andere klei. En dan ga ik het daarmee proberen. Deze klei. Ik weet niet wat ik ermee ga doen. Misschien kunnen we het in een andere video een keer van pas laten maken. Maar om een dino-embryo mee na te maken. Nee. Zonde. So close. Jammer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe video hier op dit kanaal.